Ik heb genoeg meegemaakt om dus een... op welke manier dan ook, waar ik direct mee te maken heb, of het nou marketing is, of het nou merchandising is. Ik heb genoeg meegemaakt om dus een... op welke manier dan ook, waar ik direct mee te maken heb, of het nou marketing is, of het nou merchandising is, PR, wat je eigenlijk de hele dag doet. Ja, daar kan ik verhalen over vertellen, maar ik kan geen leiding geven, ik kan ook geen klasse geven. Cruyffiaans, het is bijna een andere taal die maar door één persoon wordt gesproken en slechts door een enkeling begrepen. Er is soms geen touw aan vast te knopen, maar soms, als je diep doordenkt, dan snap je het. Heel soms, hè? Ik heb altijd gezegd dat verstand moet zegevieren. Dus je moet een goed stekje uitzoeken, dus dan kun je het redelijk volhouden. Johan Cruijff heeft een aantal uitspraken gedaan die zo bijzonder zijn dat ze zelfs op oer-Hollandse Delfsblauwe bordjes staan. Ik vind het zelf een beetje gek natuurlijk. Maar goed, omdat het over jezelf gaat. Aan de andere kant, op een of andere manier schijnt het aan te slaan. Mensen schijnen het leuk te vinden. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar dat is logisch. En hij heeft de klok horen luiden, maar hij weet niet hoe laat het is. Het Cruyffiaanse woordenboek staat werkelijk bol van de uitspraken. De favoriet van Hans Kraaij is... Voetbal is simpel, maar het is zo moeilijk om simpel te voetballen. En daar zit alles in wat Johan Cruyff heeft. Johan Cruyff was gewoon als voetballer geniaal, maar kon ook heel simpel voetballen. Ja, je moet wel lopen wat nodig is, maar zeker niet meer. En ook zeker niet minder. Het lijkt een beetje alsof u af en toe praat zoals u voetbalde. Ja, dus onderweg beslissen wat je doet. Dat is meestal wel. Dat is vaak wel zo. Cruyff die was als voetballer onnavolgbaar. En zijn uitspraken ja, die zijn net zo onnavolgbaar. De logica van Cruyff, dat is zijn logica. En hij vindt het logisch dat wij dat ook logisch vinden. En dat is dus logica. Ik heb genoeg meegemaakt om dus een... op welke manier dan ook, waar ik direct mee te maken heb, of het nou marketing is, of het nou merchandising is, PR, wat je eigenlijk de hele dag doet, daar kan ik verhalen over vertellen, maar ik kan geen leiding geven, ik kan ook geen klasse geven. Maar misschien hoeft het allemaal niet zo logisch te zijn. Misschien moeten we de uitspraken van Johan Cruijff meer zien als een vorm van poëzie. Bij tijd en wijle zeg ik van, dit is voetbalpoëzie. Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren. Ja, poëzie.